Het Terpkerkje in Homoet wordt klaargemaakt voor dagopvang voor Oekraïense vluchtelingen. Volwassenen kunnen elkaar daar ontmoeten en voor kinderen wordt een speelweide gemaakt op het naastgelegen weiland. De afgelopen weken is er al riolering en een waterleiding aangebracht. Er komt ook nog een keuken en een toilet, allemaal op kosten van de gemeente. De nieuwe dagopvang komt in plaats van twee andere locaties, waaronder het voormalige Rabobankkantoor in Zetten. Alles moet klaar zijn voor de zomervakantie begint, dus in de tweede week van juli.